pindakaas. Was het ook koud buiten? Ja, je geeft toch geen antwoord. Ja, een hele goede middag. Het is bijna 2:30 en het is zondagmiddag. Ja, ja. En mijn eerste visite is er alweer, die gisteren hier al hebben meegegeten. Ja, nou, dat die... was eergisteren. Eergisteren alweer. Zo, ja, maar jullie hebben het gisteren gezien. Tenminste, of vandaag. Die nieuwste vlog van mij, ja. En dan krijgen we meer visite, ja. Helemaal uit Emmeloord, ja. Maar ja, die is gewend dat ik vlog ook, ja. Dus die vindt het helemaal niet erg dat hij erop komt. Nee. Maar wij zitten lekker al aan een bakje koffie. Dus wij kunnen al lekker voor gaan genieten van de koffie. En hij moet nog maar zien dat hij het krijgt, ja. Onze vriend Jan, hè, ja, die is in aantocht met de trein. Die zou rond 2:30 hier wezen. Dus we wachten het af. Maar het is prachtig mooi weer. Maar het is ook zo koud. Ja, of niet dan? Lou, zusje? Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Wij gaan in ieder geval genieten. En ik zou zeggen, jullie allemaal daar aan de andere kant van het schermpje, een fijne middag verder. Doei-doki. Hij komt er ook op. Een beetje inzoomen. Nou, dat ja, gaat niet. Ja, en daar komt onze Janneman aan. Ja, ja, ja. Nou, daar komt onze Janneman aan. Hey. Hallootjes, man. Ja, dat wist ik al, jochie. Kijk, kijk. Ja, ik ben aan het vloggen, hè. Dus... Oké, okay, is goed, lieve schat. Alles goed. Oh, ja hoor, hier ook. Ja, zo blij is hij dat hij jou weer ziet. Kom eens, kusje, kusje, kusje. Kijk dan. Geweldig. Ja, 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 ja. Ik weet. Ja, dan was mijn zusje een spelletje aan het doen. Dat. Op mijn telefoon. Dan komt ze er weer niet uit. Dan moet ik het weer doen. Mag ik het weer doen? Ja. Wat denk je zelf? Je moet. Maar ik ga koffie klaarmaken, want er is er eentje die is koud. Ik wil graag een bakje dus, koffie. Dus koffietijd! Kijk nou eens hoe lief ons hondje naast Jan zit, hè. Legt, hè. Wou ik zeggen zit. Ah, hoe lief. Nou, je hoeft niet als een standbeeld erbij te zitten, Jan. Nee. Ja, helemaal niet nodig, hoor. Een lief hondje, hoor. Kijk. Ja. En die jullie op de achtergrond horen, ja, wie zal het anders wezen dan mijn dochter Karin van der Werf, ja. Die hangt aan de telefoon te hangen. Dus ja, en ik ben dus aan het vloggen en dan hoor je zo'n soort geluiden erbij, hè. Maakt allemaal niks uit, de televisie staat even zacht. En hondje Woef, die is bij Jan gaan leggen, lekker op de bank, lekker tegen hem aan. Warmte op zoek, want het is koud. Of niet dan? Ja, zeker. Niks lief, aan, hè? Nee, maar een lief hondje. Ja. En zo meteen naar de kippensoep? Ja. En een salaatje toe? Dat is ook lekker. Mooi. En daarna moet Jantje weer met de trein weer naar huis toe. Ja. Want het huis die komt nog niet naar jou toe. Die kun je nog niet aantrekken met een touwtje. Helaas. Nee, dat gaat niet, hè, met een touwtje. En dat is weer natuurlijk in het binnenland van Nederland. Ja. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee hoor. We gaan zometeen ook lekker eten. En hoor hem. Karin toch eens even Hannes. Zo hé. Nou, het is wel goed dat jullie die woord voor woord niet horen, hè? Die lijkt me ook niet best. En die lijken wel ruzie met elkaar. Nee, vandaag. Nee hoor. Gewoon over hetgene wat ik gedaan heb vandaag. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, proost met je bakkie koffie. Proost. En wij gaan door met die banaan. Toedeledokies. En Jan, smaakt het? Zeker, smaakt het. Zoet was lekker. Mooi, wat heb je nu dan? Een slaatje. Ach zo. Mooi zo, daar ben ik blij om. Ik heb nog een sapje erbij. Nou, dan kan ik dus toch nog koken. Ja, zeker. Goed zo, ja. En een slaatje klaarmaken. Ja. En versieren. Dus.
En wat hebben we hier zitten? Oh, een rode rakker. Ja, wat is dat? Oeh, wat is dat? Dat is vreemd. Dat is iets anders, denkt hij, hè? Oh, goed, die dikke doosie. Oh, goed, die dikke doosie. Hè? Nou, even aan de kant. Dus hij... Ja hoor, ze van de grond. Wie weet, wordt het afgelekt door één of geen. Ja, die ligt er wel af, hè, meneertje. Ja, die lust het wel. Enkel, ja, het is heel donker. Moet je mij maar kijken. Ja, heel donker. Ja, ik zie je wel. Ja, met een witte haar. Een zwarte vest aan. Ik ben in de glitter. Ja, glitter. En ik heb glitter. Bling, bling. Overheen. Ja, bling, bling. Ja. Dat is mooi. Oh, ziet er wel mooi uit, hoor. Dankjewel. Ja. Ja. Nou, ze zeggen lieve mensen, lieve vrienden, nog een avond. Doei, doei. Nog Ja, en nou ben ik geloof ik aan het opnemen. En ik hoop dat het nou beter is dan gisteren. We zullen het beleven. Ja, ik weet het, lieve vrienden. Ik ben bezig met de kerstversiering weer op te ruimen. Nou ja, ik heb al wel wat weggehaald, maar dat valt jullie nog niet op. En het komt allemaal vanzelf wel, hoor. Ja, beetje bij beetje. Geen volkast. Tot later. Oh nee, niet tot later. Het is nu, wat dag is vandaag? Maandag. Het is middag. Het is 13:44. En zoals jullie horen, er wordt hier voor mij getoffeld. Ja. Ik ben met mijn hondjes en oortjes bezig. Die moeten ook gedaan worden, maar dat kan ik nou even niet. Want er wordt getoffeld. Maar, kom. Tot later. Ja, en dit is weer lekker mijn bordje met eten. Siliconcarne en ja, ik heb er een kip snitsel erbij genomen, ja. Is weer wat anders. Dat het ziet er, dacht ik, gezond en lekker eruit. Ja, een wijntje erbij en een bak koffie. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goedemiddag, mijn prinsesje. Hallootjes. Ja, een hele goede middag. Ja, ik ben laat. Ik weet toch alles van als jullie de tafel zo. Zo, nou zien jullie mij. Ik ben laat, ik weet er alles van. Maar ja, ik ben weer, ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik heb. Ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Dat is al. Ik ga koffie even maken. En ik ga vandaag een beginnetje maken aan de kerst, spullen weg te halen. En ik begin dus met de kerstboom. Dan is er in ieder geval weer wat ruimte in de kamer. Als die eerst maar weg is. Dat is dan alweer heel wat, vind ik zelf. Ja, ik zit wel tegenaan te hikken van jeetje mina, maar het moet, hè. Ja, en ik heb mijn haar gewassen. Want het zat gisteren al nergens. Nou, toen had ik het alleen maar vochtig gemaakt, maar het wil gewoon niet. En daar hebben we ons andere meisje, hè? Hé, dametje. Ze waren er net even aan het vechten, ja. Nou, ik zat even op het toilet. Ook dat moeten we eens doen. En we begonnen ze te vechten. Ja, ophouden dan, toch? Niet vechten. Niet nodig. En ik ga even een broodje klaarmaken. Ja, ik ga even een broodje klaarmaken. Maar die camera staat naar mijn idee niet goed. Maar ja, we wachten. Even een broodje pakken. Zo. En ik heb hier misschien. Ja, en jullie zijn ook bij de waterkoker, dan maar even weghalen. Toch? En het brandje is buiten. En
Die moet ook eventjes, hè. Zo. De bak met vleeswaren. Ja, tuurlijk. Kom je niet gelijk omheen. Maar zo zit het hier lekker niet meer in. Even een mes. Even een broodje open snijden. Zo. Gaat er bij mij lekker een plakje kaas erop. Doe er geen boter op. Nee, dat vind ik vies. Dat vind ik wel. Ja. Dat vind ik zo niet lekker. Dan gaat er even zien. Ja, miauw, drie plakjes. Hele kleine plakjes. Ga er bovenop. Dat is de buurvrouw. En dat heet Salene Nostrand of zoiets, weet ik veel. Hele vreemde vriend waren. Maar wel lekker. Nou, dan is het broodje nog maar half gedekt. Dan neem ik de laatste plakjes palingworst. Dat gaat erbij. En dan is het broodje dubbel. Moet het wel willen. En dan kan dat weggegooid worden. Zo, en dan kunnen nieuwe vleeswaren in. Wat zullen we pakken? Dus even denken. Gebraden gehakt, ook lekker. Ja, en dan heb ik nou weer gewoon de simpele. De hele goedkope, maar die is des te lekkerder. Ja. We gaan weer niet neppen, dames, Hiro. Nou waren de dames even tegen elkaar. Ja. En als dan de gehakt op is, dan gaat de bak weer in de vaatwasser, want het is schoongemaakt. Maar nou, één pakje vleeswaren is dat ding nog niet smerig. Zo, klaar. Oh ja, jullie moeten nog, hè? Ja, ik moet jullie nog verzorgen, hè? Ja, dus ze krijgen altijd van mij een halve plak vleeswaren. Maar dan moeten we ons hondje ook nog binnenhalen. Die heeft er ook recht op, hè? Ja, die heeft er ook recht op. Ja, die heeft ook recht op een halve, net zoals jullie. Nou, jij een halve. Jij een halve. Ja, ik kom eraan, liefie. Even geduld, ik kom eraan. Even geduld, ik kom eraan. Ja, ik kom. Ja, kom er maar. Goed zo, grote jongen. Goed zo, grote jongen. Ja. Grote jongen. Hé? En de rest had gehad, dus ja, het waren er nog twee die moesten. En dan gaan we de vleeswaren weer op en dan ga ik lekker even een broodje doen en mijn koffie doen. En ja, het is dinsdag en het is al heel erg laat, het is 13 minuten over 3 alweer. Ja, daarom, ik ben laat, ik weet het, maar dat doet niet toe. Komt allemaal wel weer goed. Lieve vrienden, en ik zeg alleen nog tegen jullie, geniet verder van jullie dag. Toedeledokie. Ja, lieve vrienden, de kerstboom is weer weg. En dan ga ik nou een bakje koffie doen. En ja, het moet toch wachten, want het is toch heet. Dus ga ik zo meteen het raam leeghalen. En dat is ook nog heel een klus. Ja, engeltjes blijven hangen, die goudkleurige engeltjes die jullie dus zien. Die er hierboven. Maar de slingers gaan weg, kerstster gaat weg en de komeet gaat weg. Die moet behoorlijk knipperen. Moeten jullie even wachten, dan zien jullie hem nog even gaan voor de komeet. Kijk, daar was die. Ja, en de engeltjes en de piramides, dat gaat allemaal weg. En ja,
Dan heb ik het voor vandaag wel weer gehad. En dan zien we van de week wel weer wanneer ik weer verder kan gaan. Want ik ben kapot. En ik wil het toch nog klaar hebben. En dan ga ik de boel anders neerzetten dan het eerst stond. Dan komt de bank weer voor het raam te staan. En ik heb bezoek, zie ik. Nou, gezellig. Konden ze maar helpen, maar dat kan dus niet meer. Nee. Helaas. Maar ja, lieve mensen, lieve vrienden. Tot later. Ja, en vanaf de eethoek, vanaf mijn plek, ziet het er nou zo uit, hè? Ja, ik ben er wel mee in mijn sas. Ik ben nog niet klaar. Het raam wel, die heb ik gelapt. Schone vitrage, bank nog voor het raam. Tafeltje hier. Enkel, ja, ik heb nog niet al mijn spulletjes. Daar staat de poplamp, die is nog ook niet aan, want ik heb daar die takken nog hangen. Ja, nou, en dan, die hangen ook allemaal nog. Ik heb nog heel wat te doen. Die plant die daar staat, die komt daar in die hoek. En nou, kijk, hier zit ook nog genoeg. Ik moet die ballen nog inpakken allemaal. De eettafel ligt nou vol. Ja, maar ik ben het zat, jongens. Ik ben het echt zo zat. Dat ruim ik zo meteen nog op. Maar ik ga eerst even van een bakje koffie genieten. En wat moet jij met prinsesje? Wou jij drinken? Nou, dan ga je toch drinken. Er staat drinken, hoor. Ja, dat zeg ik. Ga mijn drinkjes doen. Hé? Ja, meisje. Ja. Hé? Wijfie toch. Ja, dat... Ik moet de andere box beneden hebben, maar ik ben zo moe. Dat ik vraag morgen wel even hulp of dat gehaald kan worden, die boksen. En daar is mijn hondje. Die was het ook zo vreemd allemaal weer. Van wat doet vrouwtje nou weer? Hé, ja nou. Ja. Ja, dat lieve vrienden. Ik zou zeggen. Tot later. Zeg maar dag. Zeg maar dag. Nee. Kom niemand, joh. Nou. Tot later. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is woensdagochtend. Het is bijna 11:15. Ik ga koffie maken. Ga ik eerst even doen. En ik zal eerst mijn kopje even afwassen. Ja, gaat ook allemaal door, hè. En dat doet je zo even met de hand. Nou, ik krijg straks bezoek. En dat is hulp, met persoonlijke begeleider. En ik heb net eventjes het een en ander opgeruimd. Ik zal zo meteen even de was in de wastas doen. Dan is dat ook weer uit het zicht. Dat is de keukenwas. Dat hang ik altijd als het nattig is. En het moet wel in de was hangen. Het is hier te drogen. Aan de lades. Aan de handvaten. En dat is droog. Dat kan nou in die tas. En dan spaar ik dat op. En dan... als die tas vol is. Dan gaat het in de wasmachine en ik het mee naar boven. Dat is makkelijker voor mij. Dat hoef je het ook niet beetje bij beetje naar boven toe te brengen. Dat is zo onhandig. Nee, gewoon zo'n grote boodschappenshopper van de Action. Ja, ik maak reclame, maar ik word er niet betaald hoor. Nee hoor. Nou, dan hangen er hier van die doekjes. Nou, dat gaat er dan allemaal in ook. Dat... simpel zat. Die keer blijft hangen, die heb ik voor een pondje nodig. Zo, nou, dan is die. Is dat er ook nog? Dan kan die naar de vaatwasser gezet worden. Hop, daar. Ja, en dan is het.
koffietijd. Ik ken ook aan. Het is nog eigenlijk niet echt weer ervoor, om voor mij naar buiten toe te gaan. Het is, je ziet het niet, maar het is wel mistig. En dat is niet goed voor mij. Het is te vochtig, ja. Ik heb er net eventjes buiten geweest in de tuin, maar nee. Niet echt weer voor mij. En ik zou vanochtend weer naar de vergadering. Is ook weer niet gelukt, want om zussen zat ik nog rechtop in mijn bed. Word je zo boos om, hè? Ja, je wilt toch graag slapen, maar je kan niet slapen, nee. En dan zit je spelletje te doen op je telefoon om moe te worden. En alles wat er gebeurt, niks. Maar beneden ben je bek af, ben je kapot, ben je moe, wil je slapen. Je loopt naar boven, je bent er over, je bent weer kwijt. Nou, lekker dan. Nou ja, doet er niet toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ga ik ook verder wel doen. Ik heb mijn spullen hier netjes. Moet ik de kerstballen nog even inpakken die staan nog op het hoekje van deze hoek. En dan ga ik zo meteen ook mee beginnen. Maar ik maak eerst even snel een broodje klaar. Die eet ik eerst even lekker op. En dan zien we wel weer. En als mijn begeleider is geweest, dan zien we verder wat de dag ons brengen gaat. Dat ik zeg, tot later deze dag.